Kamp Wish. Het was denk ik iets van 10 euro of zo. Oké, en voor dat geld kreeg je zelf een gouden kabeltje. Ja, ik heb voor de HES, als je een HES koopt, dan heb je als optie, natuurlijk optie, want bij BME is alles een optie. Maar een van de opties is die beugel die je daar ziet lopen. Hier, die ijzeren beugel met dit stuk plastic. Op de RT zit dat ingebouwd in uw plastic en uw dashboard. Dat draait niet mee met sturen, dat is echt gewoon een beugel dat mee met uw scherm vast zit op... En op je tellerpartij en zo. En hier zit dan standaard een plastic plaatje op. En als je dat eraf haalt, kun je dan de BMW navigatie kopen die daarop past. Met sleutel en met een veiligheid enzovoort. Ik heb die liggen, maar ik gebruik die bijna nooit niet meer. Dus heb ik... Ik zag nu dit op internet. Op Wish. Het was denk ik iets van 10 euro of zo. Allee, het was echt spotgoedkoop. Oké, en voor dat geld krijg je zelf een gouden kabeltje. Spotgoedkoop, het heeft wel een tijdje geduurd om geleverd te geraken. Ik heb het 4 juli besteld en nu 10 augustus is het geleverd, dus iets meer dan een maand. Daar heb ik geen idee wat dit is. Een voedingskabel, maar waarom dat daar zo een type stekker op zit, geen idee. Dit zijn boutjes en een stuk plastic. En dit is ook nog eens... Een stuk plastic. Kijk, maar dit... Ah ja, blijkbaar moet je het wel vast... Je moet het wel vastbuiten op de motor. Dus ik veronderstel dat je het niet gemakkelijk kunt verwijderen om bijvoorbeeld uit te wisselen met je GPS, met je navigatie. Dan moet ik nog zien in hoeverre dat ik dat dan wel wil gebruiken op die manier. Ik zie ook nog niet hoe dat je telefoon daar vast in zit. Met dat hier? Ja. Oké, dus dit ding. Zet u het... Wacht, ik ga mijn telefoon even pakken. Dus... Zo. Ik veronderstel dat ik met twee handen moet doen. Ja, zo gok ik. Maar ik zie twee problemen. Nu kan ik mijn powerknop niet gebruiken. Ik heb enkel mijn volume. Mijn powerknop zit hierachter, dus ik kan hem nu niet inschakelen. Ik ga hem even omdraaien. Nee, nevermind. Omdraaien heeft ook geen zin, want dan is deze aansluiting hier afgedekt. Terwijl dat dit wel... Kijk, dat zijn USB-poorten. Dus dat lijkt mij wel de bedoeling dat hier dat kabeltje hier dan die verbinding maakt, hè. Oh, kijk hoe goed dat bij mijn telefoon past. Zo. Positief is dat er een rubberen afdichting bij de USB-poorten zit. Dus dat je ze niet in de regen kortsluit of stuk maakt. Voilà. Dus ik denk dat dat de bedoeling is, dat je zo... Dat je hem dan hier monteert. Zoiets vermoed ik. Ja, nee, volgens mij... Oké, nee. Vergeet heel dit ding en die bouten. Kijk, dat is een... daar zit een gat in. En dat is denk ik een koppelstuk om op de spiegel of zo bijvoorbeeld te bevestigen. Dat je het op die manier kunt gebruiken. Denk ik, hè. Ik denk dat ik dit stuk voor op, voor op dat BMW-koppelstuk gewoon totaal niet nodig heb. Even experimenteren. En dan zou het zelf kunnen dat dat inderdaad... Hier, want hier zitten zo contacten. Hè? Dus ik hoop dat dat dan effectief voeding heeft. Dus dat ik dan ook die kabel hier niet nodig heb. Dat betekent dat die kabel voor 12 volt, dat ook gewoon is als je... Samen met dat, als je het op andere merk motoren gebruikt. Ja, zeker wel. Want kijk, zie hier... Op de GPS-navigatie zitten ook zo die twee dingetjes die, en die inkeping, ja. Dus dat kan ik er gewoon, zoals bij de B... Ah, dat is ideaal. Dan kan ik wel gemakkelijk wisselen tussen dit en de BMW-navigatie. Ideaal. Ja, ik heb het door. Ik heb even off-camera wat zitten proberen.
En eigenlijk valt het mee, en de keer dat je het weet. Dus je hebt hier van onder heb je een richel. Al hier zit een sleuf. En op je houder zit een richel hier van onder. Dan moet je eerst op zijn plaats zetten. Zo. Een beetje naar beneden duwen. Ja, niet. En dan moet je die achterkant daar gewoon tegenaan duwen. Oh, daar juist ging het. Ja, zo. En dan klik het vast. En als je dan hier die hendel hier, als je daarop duwt, spring het terug los. Dus dat is de... Dus een beetje naar beneden. En vooral ook naar achter. Voilà, en je hoort het ook klikken. Zeker zien dat het klikt. En dan de telefoon. Wacht, ik ga even mijn telefoon ook erin zetten. Terwijl ik dat hier film. Nou, voor is dat gemakkelijk dat je dat gewoon naar beneden kunt trekken. Dat erin zetten. Ja, zit wel goed vast. Het eerste, ja, je kunt dus niet aan de powerknop. Het kan dat dan niet nodig is. Nou, ja, ik ga eerst een keer ik ga mijn sleutel gaan aan. Dan kan ik eens checken wat er nu stroom op zit. Puur met die bestaande contacten. Ik hoop het, want dan heb ik al die andere stukken niet nodig. En wat ik ook altijd kan doen is gewoon hiervan. Hier heb ik 12 volt. Kan ik ook altijd een kabel naar daar. Wacht, is dat niet? Ik kan altijd een kabel van daar naar daar trekken. In het slechtste geval. Dat ik dat allemaal niet meer aansluit. Maar ik ga even snel mijn sleutels aan ze komt. Ja, dus nu heb ik mijn sleutel ook erbij. Ja, wacht, ik ga even. Dat die tas hier hangt in de weg, zeker. Maar ik heb al gecheckt en deze werkt op zich met de iPhone 11. En dan gewoon nog contact opzetten. Ja, en is al aan het opladen. Nu is alleen de vraag hoe dat je die unlockt en zo. Hè. Dus nu is hem uitgevallen, ik kan niet aan de powerknop. Is dat omdat ik daarop tik of zo? Ik weet niet. Hoe, is dat, hoe heb ik dat nu aangekregen? Ja, kijk, nu is hem terug uit. Hè. Ah ja, blijkbaar door gewoon op het scherm te tikken gaat dat aan. Nou, dat wist ik zelf niet. Maar goed, dan mag een ding ook terug uit. Ja, het raakt net... Allee, het is juist de kabel dat hij raakt. Ça va.